De aangekondigde volksprotestmanifestatie moet resulteren in beleidsombuiging van het wanbeleid van deze regering. Dit stellen de leiders van de oppositionele politieke partijen VHP, NPS, PL en ABOP. Vanaf gisteren voeren zij gesprekken met maatschappelijke groeperingen ter ondersteuning van deze manifestatie op 20 mei. Het burgercollectief, de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de ASFA, de buitenparlementaire politieke partijen SPA en DA91 en de vakorganisaties C47, BVL en ALS waren de eerste vier uit een reeks van 30 genodigden. De voorzitter van de SPA, Guno Kastelen, ging in op het verloop van het gesprek. Ze hebben ons hun doel aangegeven voor de actie welke moet beginnen op 20 mei. En daar hebben we bij monden van DA91, na een korte schorsing, na afstemming onder elkaar, heeft dus de voorzitter van DA het standpunt van ons partnerschap kenbaar gemaakt. En zij kan dat straks doen verder, maar het komt erop neer dat we zeggen van luister, elke actie dat verbetering en verandering kan brengen, dat wij dat ondersteunen. Zij zal het meer in detail aangeven. Er zijn wel zaken waarbij wij zeggen van wij zijn al DA91 volgens mij direct na de verkiezingen. Wij hebben nog even gewacht en een jaar na de verkiezingen hebben wij toen gezegd dit gaat verkeerd met ons land en die regering moet naar huis. We hebben het voor het eerst publiekelijk bekendgemaakt bij de staking tegen de energietarieven en IMF, ergens in maart. En toen hebben we gezegd van deze regering moet nu naar huis. Kunnen we het volk niet verder aandoen. SPA-voorzitter Guno Kastelen na afloop van het gesprek met de leiders van de oppositionele partijen in verband met de geplande volksprotestmanifestatie op 20 mei. De leiders zijn tevreden over het verloop van de eerste gesprekken. Ze verwachten dan ook dat andere maatschappelijke groeperingen zich zullen aanmelden voor de hearings. Chandrika Prasad Santokhi, voorzitter van de VHP, gaf na de eerste gespreksronde een uiteenzetting over de opzet van de volksprotestmanifestatie. We hebben alles in openheid besproken. De locatie hebben we duidelijk aangegeven dat primair we gekozen hebben voor het Onafhankelijkheidsplein. Dat het verzoek gedaan is aan de president om ons die toestemming te geven. We hebben nog geen toestemming gehad, maar we hopen dat we die toestemming krijgen. Maar we maken inderdaad backup plannen. Want als er geen toestemming komt, we willen wel kijken naar de gronden waarom we daar niet mogen bijeenkomen. Dan hebben we een backup plan van André Kamperveen Stadion. Van hieruit zou ik dan ook anderen willen bemoedigen die zien dat de situatie zo niet doorgaat om hun stem te laten horen. In het bijzonder jongere organisaties. Jongeren, het is hun land, hun toekomst. Ik zou hen willen oproepen om hun stem te laten horen. Stanley Bettersen, die bij afwezigheid van ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk de partij heeft vertegenwoordigd. Hij heeft vooral de jongeren opgeroepen de manifestatie van 20 mei te ondersteunen.